Elke, je bent jarig vandaag. Hallo? Hallo? Iemand? Nee? Die willen gewoon naar buiten, denk ik. Willen jullie naar buiten? Wie wil er naar buiten? Sheldon, wilt je vandaag op je verjaardag naar buiten? Je bent Sheldon niet. Oké. Ik weet wel niet als het gaat regenen, hè? Ik hoop van niet. We mogen heel even naar buiten. Go! Go, 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 go! Hop. Oké. Onze kleine Sheldon is vandaag 4 jaar geworden. Kei schattig. Allee, niet dat hij dat beseft of weet. Maar toch vieren wij er vandaag. Allee, dan niet speciaal vieren, maar die gaat straks wel wat snoepjes en zo krijgen. En een beetje extra aandacht nog waarschijnlijk. Dus dat is wel fijn voor Shelly. 4 jaar, de tijd gaat echt zo snel eigenlijk. Dat is echt niet normaal. Ik weet nog toen we die zijn gaan halen. Dat betekent dat Milky al... Ja, Milky is al 5 geworden in juli. Amai, en Muffin waren al 2. Maar oké, Sheldon's birthday aside... Dat gaan we gewoon ook vieren. En straks zullen we nog wel eens zingen. Sam en ik of zo. Maar ik ben naar de Mediamarkt geweest en naar de Quantum. Want gisteren hadden we scoutsreunie. En dat was bij Charlotte thuis. Ja, ik heb niet gefilmd. Omdat dat was na... Hoe lang zit ik al niet meer met scouts? Van mijn 19e. Dus na 8 jaar dat we iedereen zo terugzagen. We hadden zo echt een groepje met 8 hele hechte meisjes. En met hun hadden we afgesproken. We waren met 7. 1 iemand kon niet komen. Maar het was echt super leuk. Het was ook zo precies alsof het... Allee, alsof we elkaar nooit uit het oog zijn verloren een beetje. Gewoon dat... Het was nog zo hetzelfde. En iedereen was ook nog vrijwel hetzelfde. Buiten natuurlijk, ja, dat uw leven verandert. Een job... En een huis en een vriend of een man of zo. Dus dat is wel heel fijn. Maar dus Charlotte had deze zakjes. Waar hij zo'n bloempotzak. En ik vond die wel heel mooi. Dus die ben ik bij de Quantum gaan halen. Dan heb ik ook nog deze meegebracht van bij de Quantum. Ik weet niet waar ik dat ga zetten. Maar ik vond het nog wel schattig. Zo'n cactusje. En ik heb dit gehaald. Deze komt wel van mijn Zodumonde, maar dat ligt ernaast. En ik ga iets maken voor Sam. Ik heb Polaroid foto dingetjes gehaald en ik heb een printertje. Wat ik al lang heb, maar ik had dit niet meer. Dus ik ga iets leuk maken om hier op te hangen en om Sam een beetje te verrassen. Hope he's gonna like it. Hier is het fotoprintertje. Ik heb het echt al lang niet meer gebruikt. En I'm gonna try it. Eens kijken als het werkt. Ik moet eerst die app terug downloaden, want die had ik al gewist van mijn gsm. De batterijen van de printer zijn op. Dus het zal voorlopig nog niks worden. Want dat zijn van die heel speciale batterijtjes. CR2 of zoiets. Dus moet ik zelfs naar de winkel rijden om batterijen te halen. Aangezien dat de fotoprinter niet werkte, heb ik eerst maar een haul gefilmd. Dit is de aftermath. Mooi, mooi. Wauw. Oh. En dit moet ik nu zelfs allemaal opruimen. Maar zoals jullie zien heb ik posters van Decenio besteld.
Zijt jij een fotobomber? Zijt jij een kleine fotobomber, jij? Videobomber. Oké, nu deze twee nog. Tada! Dit zijn de nieuwe. Kijk trouwens wat ik vind met de kaders te veranderen. Ah, cute allen. Dit ben ik, dat is Sam, voor alle duidelijkheid. Want ik heb ook zo raar haar toen in de emo-tijd. Oké, ik heb eindelijk batterijkers gevonden voor in dit ding. Naar de Gamma, de Hubo, de Krevel, de Colruyt en de Mediamarkt te gaan. En de Mediamarkt hadden ze die. En dus ga ik beginnen aan mijn bord nu. Allee, aan het bord voor Sam. Klaar. Deze er allemaal opgehangen van de Vespa trip, van Ibiza, van de katjes. Gewoon een beetje ons gezinnetje eigenlijk. En ja, leuke herinneringen. Alleen hier heb ik geen plaats meer voor, want ik weet niet waar ik die wil hangen. Dus die ga ik ergens zetten ofzo. Ondertussen is het eten klaar. Ik heb rijst glutenvrij met linzen, erwten en nog iets. Kikkererwten, denk ik, wordt die rijst gemaakt. Dan heb ik zalm en gewoon een heleboel groentjes. Maar ik heb een klein bordje. Het lijkt weinig, maar de grote borden waren op. Dus ik heb alles op elkaar gepropt. En ik eet alleen. Alleen niet alleen. Want deze staat hier weer te zagen. Die ruikt de zalm. Maar Sam heeft nog meeting. Dus Sam gaat pas thuis zijn rond 8 uur en ik wil zelfs nog naar de gym gaan. Dus ik ga nu al eten, even alles laten zakken en dan naar de fitness. Ondertussen is Sam er ook. Dan zijn we terug van de fitness. Sam is mijn shake aan het maken. Thanks! You're welcome. En ik heb iets geknutseld voor u vandaag. Geknutseld? Ja, half. Echt? Eigenlijk niet echt geknutseld. Gemaakt gewoon. Wauw. Wil ik het zien? Ja, kijk, ik ga het halen, hè? Ja. Kijk. Ik heb het verstopt. Wow. 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 Oh, dat is chic. Wauw. Foto's van ons en ons gezin. Ik heb erop gezet, hè? Ophangen. Katjes. De Vespa trip. Ja. Oh, schatje. Vind je het mooi? Ja, heel mooi. Ik kom hier mee. Schrijf je dan. Best. Oké. Okay. Oh, dat is echt mooi. Ja, dat is chic. Ja? En waar gaan we dat hangen? Ja, dat weet ik dus nog niet. Ik wou dat eerst hier hangen, maar ik kreeg dat niet. Ik zag dat je een kadertje had weggenomen erachter. Heb je die al gezien? De nieuwe? Nee. Nee, ik ben nog niet daar geweest. Kom, ik ga kijken. Ik weet nog niet waar we dat gaan hangen. Ik dacht eerst hier. Ja. Maar ik weet het eigenlijk niet. Hier is ook nog een lege plaats. Mm-hmm. Ik weet niet. Kunnen we nog wel zien. Terwijl het licht aan doet, denk ik. Ik heb er daar wel maar twee gehangen. Zijn dat die besteld hadden? Ja. Decennia? Ja. Oh, cool. Maar die van Las Vegas hangt in de gang. Maar die twee zo vond ik ook wel oké. Okay. Omdat die van New York groot is, vind ik wel dat dat gaat. Ja. Nou, die vond ik ook mooi. Cool. Ja? I love it. Woehoe, Mietoekes. Dat hebben we goed gekozen, hè? Goed gedaan, schatje. Wie is er jarig? Nee. Nee, jij niet. Jij niet. Wie is er jarig? Shelly. Shelly, ja. Ja. 4 jaar. Happy.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shelly. Happy birthday to you. Kom maar hier. Pik, pik, pik. Pik. Oh. Hoera! Lieve Pik. Hoera! Gelukkig nieuwjaarlijk, vriend. Onze kleine snotter. Snelleke toch. Al 4 jaar. Al 4 jaar. Rustig maken. Geduld hebben. Shelly. Kom maar hier. Shelly. Shelly, kom hier. Kijk hier. Shelly, kijk. Hier. Kijk de kaasnoepjes. Die zijn toch beter, hè? Kaas. Pak het maar. Hier, hier. Bijna, Shelby, bijna. Cuddles with mommy. Was het lekker? Hé. Hey. Gaat eraf, dan. Yep. Yep. Ik ben maar een stekelvarken. Ja. Lijkt je wel op. Ja, Milky, lijkt je op een stekelvarken? Nee. Durf niks nog niet te zeggen. Hé, Milks. Milksy Pilks, toch. Het is kattenkusjes tijd, precies. Ja, echt waar. Oh ja, onze birthday boy moesten we vieren, hè. Oh ja. Ja, ja. Hè? 4 jaar al, hè. 4, amai. Ik zei daar straks, dat is echt al lang. Allee, dat is toch al... 4. Ja, ik herinner me dat nog keigoed dat we die zouden gaan halen. En ik, allee. Ik ook. Dat was fijn, hè. Ja, Milks. Nu nog altijd zo, hè. Ja. Zijn onze schatjes, hè. Zit hem hier maar eens genieten. Ja. Die ligt echt. Ja, hangt zo. Die blijft wel liggen ook. Oh, mijn neus jeukt. Haartjes. Oké, we gaan slapen en we gaan de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker thumbs up. En wij zien jullie heel graag terug. Morgen!